Vandaag ben ik met 200 kijkers. Hallo! In Rubin! En ik ben niet zomaar met 200 kijkers. Al deze kijkers zijn in mijn prachtige survival dorpje, jongens. En dan denk je vast, Max, je vliegt van speler. Het is een andere wereld, jongens. Maak je geen zorgen. Kijk, de wereld houdt ook hier op. Vandaag gaan deze 200 prachtige mensen hier. Die gaan zich allemaal verstoppen in mijn dorp. Ze krijgen 10 minuten de tijd. Als we ze daarna vinden, ben je af. Simpeler kan ik het niet maken. Het is gewoon verstoppertje. Robin, release. Laat ze los. Laat ze gaan. Laat ze los. Laat ze gaan. Oké, daar komen ze. In 3, in 2 en in 1. Mop, mop. Daar gaan we, jongens. Verstop je gang. Ik vind het zo leuk om zoveel mensen door mijn survival wereld. Het is echt alsof het leeft gewoon. Normaal we mogen niet kijken, Max. We mogen trouwens niet kijken, inderdaad. Nou, weet je wat? Zij gaan zich verstoppen. Laten we even 10 minuten wachten. A few moments later. Robin. Hallo. We zijn ready. We hebben 10 minuten gewacht. En het eerste wat mij opvalt is dat daar al iemand loopt. We hebben allebei onze spikeless erbij gehad. Laten we gewoon eerst even rustig naar de poort lopen. Want kijk, ik hoop voor hem of haar dat hij het niet door heeft dat we eraan komen. Maar ik hoop het ook niet voor hem. Maar af is af. Oh ja, hij shift ook meteen. Oh ja, we zien jullie niet hoor. Oh. Meneer Aardappel. Wacht even, we zien dat hij deze kant op draait. Kan je zijn vuurwerkje afsteken? Wacht er nog eens, een paar. Hoi. Hallo, meneer Aardappel. Hallo. Gelijk wegrennen. Oké, laten we doorlopen. We gaan gewoon bij de poort beginnen. We gaan rustig aandoen, jongens. Ik bedoel, het is mijn eigen... Oh, kunnen ze hier trouwens? Ze kunnen gewoon hier erin en eruit. Oh, man. Heel die poort dichtgemaakt voor niks. Oh, ik heb al iemand gespot. Ik ook. Waar heb je iemand gespot? In de boog. Hallo. Oh, hallo, meneertje. Maar laten we eens deze pakken. Deze had ik als eerst gespot. Dag, meneer. Wat dacht u ervan? Jij bent de eerste die af is. Je krijgt een memorabel moment. Dag, Bjorn. Allemaal respect naar Bjorn in de reacties. Wie is dat? Wie is dat, Robin? Hallo. Ik ben aan het... Hij is aan het kwijlen. Pak hem. Pak hem. Erachteraan. Hij kan niet ontsnappen. Hij zit vast. Hij zit vast. Hij zat frikandelbroodje. Die zat hier vast. Frikandelbroodje. Oh, wat zit zij goed hier, maar net niet goed genoeg. Sorry. Oh, kinderen. Het leuke is, jongens, als jij mijn Content Veen-serie volgt... Kom maar, Robin, ik doe het poortje voor je open. Als jij mijn Content Veen-serie volgt, dan weet je natuurlijk gewoon waar wat allemaal is. En dan kan jij ook gewoon mooie plekjes herkennen. En denk, wow, daar zat gewoon iemand verstopt. Wat een slechte plek. Wat een slechte plek. Gadverdamme. Minimoes. 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 Alright, Robin. Laten we gewoon even een aantal mensen zoeken en laten we ze eventjes gewoon uit... Oh, hier is een Alex. Laten we ze even uitschakelen. Ja, gaan we doen. Oh, ik zag volgens mij weer iemand. Ja, we hebben een politieagentje gevonden. Hallo! Dag, Rowan. Oké, Robin. Zullen we even de huizen skippen en gewoon direct naar... Oh, wacht, trouwens, hier loopt iemand. Achtervolging. Achtervolging is ingegaan. Okay, laten we gewoon even direct naar het kasteel gaan. Ik ben wel benieuwd. Oh, mijn god! Heeft iemand een goed plekje? Kom kijken. Wow, wat een slimme skin. Helaas is het net niet goed genoeg. Hey, hallo. Hey, kom hier. Achtervolging, rennen. We gaan in de achtervolging. Goed zo. Oké, okay, ik wil even wennen dat mensen hieronder zitten. Want hier heb ik onder. Kijk, hier zit er alweer eentje. En zit er meer? Ja, hier zit er alweer eentje. En oh, dat was het. Dat viel wel serieus van mee. Mm. Nou, laten we het kasteel even ingaan, Robin. Laten we de troonstijl ingaan. Ik denk dat mensen hier... Kijk, ik wist het. Wat doen we met hem? Wacht even. Misschien moeten we ook wel... Hallo. Als je nou had blijven zitten, had ik hem een kans gegeven. Ja, ik ook. Maar misschien zit er ook wel iemand achter. Dat had ik gedaan. Nee. Kijk, sowieso. Let op, hè. Ik wist het namelijk. Ik heb dit hier gebouwd in de hoop dat als we ooit verstoppertje deden, dat hier mensen gingen verstoppen. Dat is niet waar dat ik dat die reden gedaan heb, maar het zit er wel. Ik zag iemand volgens mij in die brug daar in dat beneden gedeelte. Oh, wow! Wow! Ik schrik me dood! Ik zag hem helemaal niet. Als hij niet had bewogen, had ik hem nooit gezien. Hij had niet moeten shiften. Wow, hè? Ik schrik me helemaal kapot dat hij er ineens stond. Wat slim. Wat slim, wat slim, wat slim. Oh, wow. Kijk eens even hier. Hier zit er ook een. Hallo. Wow. Stond hij er al die tijd al? Ja. Wat hebben mensen slimme skins? Hier stond er ook eentje die ook bijna niet opviel. Hier, deze. Huh? Hier, deze. Ja, moment hoor. We zijn inmiddels in de kerk beland. Ja. Oké, Robin, het ding is, nu we hier binnen zijn, ik weet niet of we hier mensen mogen doden. Dat eigenlijk niet. Dus wie is een nametag is dat? Wie is dit? Waarom zie je Justin? Hallo! Oh, wacht even. Justin gaat ook even meedoen. Hé, hey, Robin. Ja. Zie jij daar ook een buurman? Hallo, buurman. Ja, die ga ik pakken. Het is buiten de kerk, dus dat...
mag. Huh? Huh? Mocht. Zie je niet naar beneden? Ah, hij schudt nee. Dat vind ik op zich best wel zielig. Emoji jump! Zijn er heel veel dood, jongens. Zoals je in de taplijst kan zien, blauw leeft en grijs is dood. En we hebben er al best wel veel. Ze hebben het niet door. Kijk, kijk, kijk. Doe ik vuurwerk? Ja, doe maar. Hallo! Hallo! Oh, het zijn er drie! Oh. Het waren er drie. Kunnen mensen verdrinken? Anders gaan ze sowieso in het water nee, zitten. Nee, dat kan niet. Ah, oh ja, dat dacht ik al, meneer. Jij dacht lekker oh, in het water te zitten hier. Hoe kom jij daar? Waar? Huh? Huh? Hoe is die daarachter gekomen? Huh? Ik snap het even niet. Volgens mij kan dat toch helemaal niet? Oh, hij teleporteerde weg! Pak hem! Hij ging ineens omhoog. Zet Bjorn. Hij teleporteerde ineens omhoog hier. Weet je dat zeker? Ja, ik weet het zeker. Kon dat niet? Nee, hoe wil je hier anders boven komen? Ik heb even, als jij mijn server joint en je hackt, heb ik hier een melding. Geband. Verder zit er niemand in dit huis, Robin. Wow, oké. Okay. Nou. Helemaal poepie leeg. Hey, jij daar. Nu je deze video toch aan het kijken bent, vergeet dan zeker even niet te liken, te abonneren en te reageren. Hey, en wat je moet reageren is, waar zie je ons een volgend event op deze manier doen? Maakt niet uit waar. Dat lijkt ons gewoon leuk om te weten. We gaan voor die 3000 likes, want dan doen we allemaal een koprol. Max doet de eerste en abonneer, want dan mis je niks. En dan gaan wij verder met zoeken! Is het tijd om de arena in te gaan, Robin? Jazeker. Zien we al iemand? Kijk, dat zijn alle dooien. Volgens mij is er gewoon niemand in de arena. Er zit helemaal niemand hier. Hadden we die ene in de boog al, of in het standbeeld? Ja. Oh, die hadden we al. Had je die gepakt? Nee, die was ergens anders naartoe gelopen. Die had jij daarna. Oh, die was gevlucht. Oh mijn god, ik heb er zoveel gespot. Ik zag er drie daarboven. Hallo! Ik heb drie mensen gespot. En ik ken mijn dingen als de beste. Jongens, ik weet precies hoe ik daar moet komen. Kijk, nu gaan zij natuurlijk rennen. Maar het voordeel is, ik weet waar ze heen kunnen. Oh, deze hebben geluk. Hallo jongens, het is dat hier een hek tussen zit dat ik jullie niet kan slaan. Oh, wat hebben zij een geluk. Ik kom later voor jullie terug. Het ding is jongens, we mogen namelijk niet echt blokken slopen. En we willen zo min mogelijk vliegen om het een beetje eerlijk te houden voor iedereen. Maar fall damage staat uit. Oftewel, ze kunnen wel gewoon overal van afspringen. Alleen dan ben je net te laat mee. Ja jongens, ik kom eraan. Ik zei toch dat ik eraan kom. Nu is het tijd om te rennen. Nu is het tijd om te rennen voor jullie. Waar zijn jullie? Oh, die zijn helemaal weggevlucht, hè? Ja. Kan ik er wel nu achteraan gaan? Maar laten we dat maar niet doen. Geef ze nog eventjes. Oh, ik heb mezelf gevonden. Nee. Bro, wat doe je hier? Kijk, jongens, die ben ik. Hey, terugkomen. Hallo. Hallo. Hey, je hebt geen echt koningsprivilege. Zie je, Thomas Moeken. Ik doe een rondje om het kasteel. Ik zie niemand, ik lijk wel scheel. En de kleur van mijn skin, die is geel. Oh, kijk, kijk, kijk. Ik heb ze gevonden, Robin, degene die net voor me gevlucht waren. En ze waren heel snel, dus nu moet ik heel voorzichtig moet ik ze gaan benaderen. Want anders hebben ze me weer door. Wacht, ik heb backup nodig, Robin, voor deze achtervolging. Ze waren me net te slim af. Heb je ze nou weggejaagd? Nee, toch? Ik denk het. Robin! Nee, daar zijn ze nog. Waar? Ze zitten daar. Ik wilde pingen, maar ik kan helemaal niet kijk, pingen. Kijk, kijk, kijk. Kom. We gaan nu gewoon aanvallen. Ik wil het pingen. Het is geen Fortnite. Oké, ze zijn naar beneden. Achtervolging, Robin! Achtervolging! Nu hebben we ze. Nu is het klaar. Nu gaan ze niet ontsnappen. Je hebt een politieskin aan, maar dat ga ik je niet redden. Ik neem een shortcut. Hier komen. Neem de shortcut. Ze gaan richting Brutus zijn huisje. Waar is Brutus zijn huis? Ze zijn nu om René's huis aan het circuleren. Ze zijn nu richting Frederiks huis. Ze zijn nu achter het huis van René. Aan de zijkant bij het water. Pak de politieagent. Ze gaan nu terug richting het kasteel. Oh, ik heb drie mensen gekild onder water. Ja, dat waren niet degenen die dood moeten. Robin. Oh, waar zijn ja, ik heb er één. Ik heb de vriendin uitgeschakeld. Blijf staan of hetzelfde lot gaat je aan. Kijk, nu is ze naar links gegaan. Ze heeft een fout gemaakt. Daar kan je geen kant op. Ja, nu heb je een fout gemaakt. Handen omhoog. Handen omhoog. Nee. Het is klaar soms, ja. René heeft soms helemaal geen zin. Ik wil het zeggen, jongens. Hé, daar ben ik weer. Ik dacht dat ik jou al had. Daar ben ik weer. Hey, lijken wel, het heet hij ook echt. Ik dacht dat ik die al had. Ik ga iemand een tweede kans geven. Even kijken hoor. Wie hier verdient een frikandelbroodje? Jij was zo vroeg dood. Jij krijgt een tweede kans. Frikandelbroodje, weet je? Je krijgt een tweede kans van me. Zit iemand? Oh, natuurlijk zat er iemand op de heilige boom. Het was vast Po. Hebben we zijn broer al? Zijn buurman al? Zijn buurman die hadden we volgens mij nog niet. Die was ontsnapt toen. Die zat achter. Hij zit er nog steeds. Hij was net ontsnapt. Hij zit er weer. Maar waar verstopt hij dan? Hè? Nou, dit snap ik niet. Waar verstopt hij nadat hij ons daar heeft gejinxed? Gejuked. Hij zit hier en dan rent hij weg.
Maar waarheen? Ik snap echt niks van hoe hij telkens ontsnapt. Het is een mysterie, jongens. Zullen we hem in de val lokken? Ja. Oké. Ik ga op de muur staan. Oh, ik heb trouwens iemand gespot hier. Hallo. Het zijn er twee. Oké, ik ga op de muur staan met een verrekijkertje. En jij gaat weer weg, oké? Ja. Ik heb hem gespot! Okay, hij loopt wacht. Eronder. Oké, wacht. Ik wil alleen weten waar hij heen rent. Dat is het enige. Hij heeft sowieso precies. Een routine, want... Oh, daar gaat hij in zitten, zie je? Oké, maar laten we hem eerst even naar boven lokken. Dat doen we alsof we hem weer kwijt zijn, maar dan weten we waar we voortaan heen moeten rennen. Oh ja, oké, hij gaat weer terug, hij loopt. Hij gaat weer terug omhoog. Hij is uit zijn holletje. Oké. Oh mijn god, hij ziet me. Hij ziet me. Hij heeft me sowieso gespot. Ja, nu ga ik hem pakken ook. Nu ga ik zijn holletje in. Nu is het klaar, meneer. Hallo, Doofroot! Daar. Jij hebt net iemand een tweede kans gegeven, toch? Ja, geef jij ook maar iemand een tweede kans. Ja, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik voor jou. Jij had een MLG 360 op je hoofd. Jij kon nergens naartoe. Dus, succes. Gast, deze zitten er nog steeds. Die ga ik nu even pakken. Daar was ik helemaal vergeten dat die achter dat rek zaten. Oké. Okay. Die gaan we gelijk even pakken. We gaan ze in de val sluiten. Oké, Robin, kijk. Ze zitten hier. Volg mij. Let op. Als we hier overheen gaan. Zo, hier. Hallo. Hallo. Dat is één. En dat is twee. En dat is dikke. Koen, TTV. En dat is WC op PC. Hoe schrijft het allemaal? Wow, er staat hier iemand heel goed verstopt. Timmert. Wow, wat had jij een goede plek. Nou, ik zeg dat telkens, maar als ik je vind, heb je eigenlijk geen goede plek. Dag, J.O.N. Games. Dag, F.O.N. Games. Hey, hallo, Teletubby. Wie is dit? Is dit Wouter? 2312? Ja, zie je. Oké, jongens. We gaan over 5 minuten de muren niet meer beschikbaar maken voor mensen. Oftewel, dat buiten de muren kan je niet meer staan. Ik heb mensen 5 minuten de tijd gegeven om even naar binnen te komen. Veilig gewoon door de poort hier. Zonder problemen. Misschien dat ik daar de poort ook even open moet maken. Zo. Hoppa. Zonder dat we ze doodmaken, weet je. Ze krijgen gewoon even 5 minuten de tijd van ons. En zoals je kan zien, hebben we nu een worldborder hier. Die zit helemaal aan het randje. En die komt langzamerhand. Komt hij deze kant op. In 3... 2, 1. Hoppakee, kijk, nu is hij ineens rood. En dan wordt het spannend, want dan wordt hij langzaam kleiner. Waardoor mensen moeten gaan oppassen dat die world border hun niet gaat killen. Hé, daar ben ik weer, Robin. Ik ben... Dat meen je niet. Daar ben ik weer. Hoe zou hij heten? Zou hij ook Lijke Walnut heten? Dat kan niet, hè? Oh mijn god, Lijke Walnut 1. Daar was hij weer. Hallo. Hey, wil je nou ook van deze prachtige Minecraft-service om samen met je vrienden te spelen, selfie-fans te hosten, minigames te doen, wat dan ook? Kijk dan zeker even op kaashoster.nl. Dan ga ik verder verstoppen. Zeg. Oh, hier is ook iemand. Daar is ook iemand. Lucky de Bouwer. Hier zaten weer 2. Ik had hier al eerder mensen. Oh, maar die zijn er ingevallen en dan konden ze er niet meer uit. Oeh, dat is wel heel lullig. Oh mijn god, hier zit volgens mij iemand. Ja, ik zag hem. Ik zag hem springen. Oh, hij kon er ook gewoon niet uit. Hallo. Dag. Oh, betrapt. Oh, gespot. 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 Kika, kansloos. Jou zag ik. Ik zag een tele... Kijk eens even aan. Daar. Oh, ik heb iemand gespot. Oh, jongeman. Het spijt me enorm. Oké, laat ik eventjes in de toren kijken. Oh, hoe kom jij helemaal daar, jongen? Hoe kom jij aan de andere kant van het glas? Oh, hij is hier uit het glas gesprongen. De ontsnappingsroute van Hult en Max heeft hij gepakt. Natuurlijk. Oh, mijn god, inderdaad. Oh, hier is iemand. Wow. Als jij had blijven staan, had ik je misschien niet gezien. Hier komen. Geen ontsnapping mogelijk. YOLO Flexi, je bent dood. Ik ga nog 1 keer de enge grot hier bekijken. Oeh, mensen moeten wel oppassen. Want als ze er eenmaal in zitten, die boorden komt eraan. Komen ze er ook niet meer uit. Ja, Perry het vogelbek die je miste, Dean. Ik had weer iemand gevonden onder de kerk. In die grote grot. De kerk is van binnen ook langzaam aan het... wordt ook opgegeten. Oh, ik zie allemaal mensen lopen ineens. Waar? Ja, bij het graanveld. Ik zie je. Waar het te veel? Oh, zag ik. Wouter 23. En hierboven zag ik er ook nog één. Het is er maar 1. Ja, ja, maar ze moeten langzaam al naar het kasteel vluchten natuurlijk. Dus sommige hun goede verstopplekjes, die worden ook gewoon gecompromised. Hé, ik heb mezelf gevonden, maar dan blauw. Dit is like a boss, Bes. Like a boss, Bes, je bent dood. Oké, we gaan een beetje de finale in. Ja, we komen nu langzaam op het punt, jongens, dat alleen het kasteel nog beschikbaar is. We hebben de border een beetje aangepast, waardoor de troonzaal zo wel beschikbaar is. En andere plekken in het kasteel ook gewoon beschikbaar zijn. Maar dat de finale echt alleen in het kasteel zal zijn, dat is wel heel leuk. Hallo Jack Sparrow. Oh, en Hollebolle Rob. Is Hollebolle Rob er ook? Oh, had hij nou ooit al eens een keer gewonnen? Of? Nee. Nee, nog steeds niet, hè? Oh, hier loopt ook weer iemand. Hier loopt ook weer iemand. Help, oh.
Help. Wat? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Omhoog op de trap, richting het kasteel. Richting het kasteel? Oh, de paarse skin. Ja. Is paars? Pak hem. Heb je hem? Nice. Ik heb hem. Hé, nog één. Waar gaat hij heen? In de koninklijke tuinen. Oh, is er nog één. Hallo. Hallo. Plopkoek, joh. Wat heb jij er ineens veel? Vanaf nu zien jullie ook een counter in beeld met hoeveel er nog over zijn. Ja. Hallo, meneer. Wie is Goeiedag. Dat? We hebben meneer hier, Burrito waarschijnlijk, hè? Mr. Burrito. Ja, ja. Jij liep heel erg langzaam hier een boekje te stelen. Ik weet het zeker. Kijk. Wat wil jij toch? Hè? Oeh, nog eentje af in door de muur. Dat zijn er. Nu hebben we nog maar 7, hè? Ja. Ja, er is weer iemand in de muur dood gegaan. Of in de storm. Ja. Wie heb je gespot? Ja. Timon Baviaan, 69. Timon nog Baviaan. Iemand. Waar? Onder de trap bij de ingang van de kasteel. Goeie plek. Pak hem. Je poort staat open, dat is niet waar. Nog één! Je poort staat open. Smeergaas! Betrapt! Frikandelbroodje Lars en Richie. Als frikandelbroodje wint, hè? Oh. Lars! Het is dus een frikandelbroodje Richie. Oké, wacht. Laten we eens even call brengen. Robin? Ja? We zitten hier even met de twee finalisten, met Richie en... Ja. Frikandelbroodje. Richie, ja. Hoor je mij? Vind je het spannend? Je hebt vorig event gewonnen en dan zit je gewoon weer in de finale. Ja, nou, het was altijd wel spannend geweest, hè, als je verstopt, je doet sowieso. Ja, oké. Even ter controle. Jullie zitten allebei niet in de buiten de borden, toch? Gebukt of nee. Zo? Gewoon binnen de borden, dus nou, op het kasteel, dat hoef ik allemaal niet te weten. Daar komen we zo achter. Frikandelbroodje, die kan helaas niet praten. Die heeft geen microfoon. Dus als hij de winnaar is, dan wordt het een hele stille winnaar. Maar jongens, Richie, heb jij wat te zeggen? Je bent de enige die we nu kunnen spreken. Normaal zouden we hier met je staan. Maar Robin, kan je hem hier even heen brengen? Dan stuur hem terug naar zijn plek. Leuk is, we kunnen namelijk teleporteren, zoals dit. Oh. Dag. Oh. Oké. Dit is dus de skin, Robin, waar we voor moeten zoeken. Ja. Dat is wel. Kijk, dit zijn de finalisten met z'n tweeën, jongens. Kunnen ze terug teleporteren zonder dat we weten waar ze zaten? Dus dat is een voordeel. Ja. Wil je wat zeggen tegen Frikandelbroodje? Nou, veel succes, hè, dan maar. Ik hoop dat je een goede verstopplek hebt. Hij is stil, maar... Ik zal even... jij hoort hem wel. Wat zegt hij tegen je? Ik heb geen idee. Hij spreekt een heel andere taal dan ik had verwacht. Oké. Jongens, veel succes. We gaan verder zoeken. Oké, Robin. We gaan verder met de zoektocht. Yes, daar gaan we. Het is tijd om Richie of Frikandelbroodje te zoeken. Laat nu in de reacties jouw favoriete kandidaat weten. Wil je dat Frikandelbroodje wint? Hij is wel degene die we gewoon een tweede kans gaven. Dus dat op zich. Of wil jij dat Richie wint? Oh, wat is dit? Robin! Ja? Kom eens naar de eetzaal. Wat is dit voor slechte verstopplek? Moment. Robin, dit kan toch geen... Hij staat gewoon hier. Waarom staat hij hier? Wat doe je? Ik dacht, dit wordt echt een epische finale. En hij staat gewoon hier. Robin, hij zegt, alsjeblieft, laat me leven. Ik kan niet zonder jullie. Ik was ook niet mijn bedoeling. Maar... Wat doen we met hem? Ja... Maar ik heb het gevoel dat hij het niet begrijpt. Ik heb ook het gevoel dat hij niet snapt dat het, zeg maar, het idee van verstoppertje is. Maar hoe heeft hij het anders zo ver uitgehouden? Ga weg. Ik vind het eng. Laat me met rust. Ik denk dus echt met geluk. Ik denk ook met geluk. Volgens mij snapt hij er helemaal niks van. Want ik ben hier bijvoorbeeld nog nooit geweest. Ja, ik wel. Maar frikandelbroodje, het spijt me enorm. We gaan een einde maken aan jouw carrière. En dan is de winnaar. Boom. Elisio! Voor de tweede keer. Achter elkaar. Oké. Zal ik nu gewoon TP'en naar Richie? Wow! Zat hij al die tijd hier? Ik denk het wel. Nee! Wow! Wat een goede plek om te verstoppen. Ja, dit is echt amazing. Wow. Gewoon in de spot, maar dat zie je vaker. Hè? Dat mensen gewoon... Wow! Ja, dat is hiding bizar. In plain sight. Nou, we hebben een winnaar. Richie. Hallo. Jij bent gewoon 2 keer achter elkaar de winnaar. Dat hebben we nog nooit gehad, hè? Dat hebben we serieus nog nooit op het kanaal, op elk event ooit. Hebben we 2 dezelfde winnaars gehad en ook nog eens achter elkaar. En 2 keer geen skill gebruikt. En 2 keer gewoon volledig met... Trouwens, je plek moeten we wel toegeven. Die was wel met skills. Wat een goede plek. Wat een terechte winnaar ben je dan ook. Hé, gefeliciteerd. Doe even een goede overwinningsspeech. Ik ben sowieso al heel blij dat ik weer heb gewonnen. Eigenlijk is dit gewoon de tweede keer dat ik geen skill heb gebruikt. Ik vind het toch jammer dat Papijn nog steeds niet gewonnen heeft met dit vorige event. Maar je weet wie de winnaar is, hè? Dat klopt. Kan er maar eentje zijn. Hey, dankjewel voor het meedoen. Gefeliciteerd met je dubbele winst. Gewoon. Dankjewel. De prijs gaan we naar je opsturen. En dan zien wij jou weer bij de volgende. Ja, is goed. Dag.
Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Reageer even jouw favoriete momenten en weet ik wat allemaal. En dan nu, kijk lekker het vorige event dat wij gedaan hadden. Is ook een heel leuk event. Het was allemaal gekleurde blokjes. Helemaal bijzonder en bla bla bla. Erg leuk. Maar nou, voor nu spreek ik later. Glaasje water, tot 4. Flesje bier, tot de volgende keer. Yeah!